Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in de Venray. En dat was wel heel erg gezellig, want je kon hier meteen picknicken als je uit de trein komt. Dus er was wel goed over nagedacht. Maar je had ook wel zo'n heel groot gebouw hier en die was allemaal rood. Dus dat was wel overdreven, want die was wel heel rood. Maar toen wilde ik naar de stad, maar dan moest je heel lang lopen over zo'n fietspad. Dus dat was wel gevaarlijk. En hier was ook zo'n bedrijf en dat heet Aandacht Trekkers. Maar dat werkte wel goed, want ze trokken wel aandacht. En toen was hier ook nog zo'n hek waar je dan overheen kan springen met je paard. Dus dat is ook wel leuk. Maar toen kwam ik hier in één keer in zo'n woonwijk Antoniusveld of zo. Maar dat was wel raar, want ze hadden allemaal van die hoge palen. En toen was ik hier ook bij de langste stoep van Europa. Dus dat was wel spannend. Want het duurde heel lang om daarheen te lopen. Maar toen zag ik wel nog zo'n gezellige speeltuin onderweg. Maar hier was ik wel nog steeds bij die stoep. En toen was ik er nog steeds niet. Maar toen kwam hij langs, maar die ging wel sneller, want hij zat in zo'n ding. En hier ging ik nog naar dit gebouw kijken. En die hadden allemaal van die houten spijlen. Dus dat was wel mooi qua architectuur. En hier hadden ze het Wim Koksplein, maar eigenlijk was het ook gewoon een voortuin, dus dat was wel nep. En toen hadden ze ook nog van die wokkels als kunstwerk dingen. En hier was ik wel in het centrum van Venray, dus toen werd het wel leuk. Maar je had ook nog hier allemaal winkels en dan kan je hier naartoe lopen, want hier had je ook nog zo'n standbeeld en stond iemand achter hem aan te randen. En toen was ik hier op zo'n plein waar je zo'n waterpomp had en allemaal cafés en zo. Maar je had nog wel een hele hoge kerk, dus dat was wel spannend, want die was vet hoog. En hier was ook nog zo'n rood ding, maar ik weet niet echt wat het was, want ik had geen zin om daarheen te lopen. En toen was er ook nog allemaal schapen en hier had je ook nog zo'n soort ding waar je op kan staan, maar ik weet ook niet precies wat de functie is. Dus als je het weet, kan je het in de comments zeggen. En hier heb je een gat waar je doorheen kan springen en dan kom je in een nieuwe dimensie, denk ik. Maar je hebt hier nog meer kunst, dus ik weet ook niet precies wat dit is. Maar hier heb je ook nog zo'n heel zinloos hek, want eigenlijk kan je ook gewoon hier eromheen lopen en dan ben je ook aan de andere kant. En je hebt hier ook nog een leuk park waar je wil picknicken in de zomer. En hier hadden ze nog wel kippen, dus toen werd het wel leuk, want hij had wel zin om gefilmd te worden. En hier was ook nog een kip, die vond het ook wel leuk, maar toen kwam hij in, hij had helemaal geen zin, want hij had ook een hele dikke broek aan en zo, dus hij vond het wel stom. En toen had je ook nog hier zo'n iemand die heette Jeuken van zijn achternaam, dat is best een stomme naam, doei.